Hallo iedereen, het is al middag. Welkom bij mijn kanaal Fat Danny Lines. Mijn naam is Mildred Lee en ik ga nu een beetje was smelten en met mijn nieuwe stamppad spelen die ik heb binnengekregen. Nou, dit is mijn collectie van was. Dit is wit en zwart, zilver en zwart goud en dan de wassticks of staven. Er zit er wel een lontje aan natuurlijk. Anders krijg je het moeilijk gesmolten. En dan draai je dit koffertje om en dan heb je andere kleuren hier. Even kijken hoor. Allemaal verschillende soorten blauw, verschillende soorten groen, verschillende soorten paars, verschillende soorten bruin, goud, kleurig. En verschillende soorten rood. En deze heb ik al heel lang, deze koffertje. Meer dan 15 jaar. Maar ze worden nog steeds verkocht. Althans, ik heb ook een paar bijgekocht bij de Action. En ik weet niet of in andere winkels je ook deze kan krijgen, maar dat weet ik niet. Alle was die ik graag wil hebben, zitten hier. Er zitten natuurlijk ook de pasteltinten, maar die heb ik niet aangeschaft. Want die zijn voor mij weer ietsje duurder. Deze zijn weer goedkoper. Dan heb ik een plastic bakje, ook van een Action, als ik goed heb, is het 79 cent zo'n bakje. En dan zit zo'n één grote vak hier in het midden en twee vakken rechts en twee vakken links. En dit zijn dan weer de roze-achtige kleuren die ik heb. Die kon ik helaas niet in het koffertje meer doen, want het was gewoon vol. Dus ik heb maar gewoon apart hierin gezet. En toevallig had ik de kleuren net genoeg waar het in de vakken moet gaan. Dus ik ben er enorm blij mee. Ik ga deze even wegzetten op mijn oude vertrouwde stand. Met je weet, duct tape en dan superlijm. En mijn flesje alcohol. Ja, niet om te drinken hoor. Deze komt uit, ik weet niet meer, was het nou van apotheek? Of waar heb ik deze gehad? Weet ik niet meer. Ik had al twee verschillende adresjes waar ik die alcohol kan halen. Dus, ja. We gaan even een kaarsje aansteken. Ja, sorry hoor. Ik had eigenlijk moeten optillen. Oh, ik zet deze gelijk weer weg. En dan pak ik even een paar washexagons. Kijk hoor. Wat voor kleurcombinatie ik kan doen. En dan gebruik ik dat dan. Oké. Ik denk, ik heb een paar al gepakt. Ik berg ze nu weg, want ik ga niet zoveel wasdingetjes maken. Waszegeltjes. Oh, ik moet even de vloer een beetje vrijmaken. De vloer is ook een beetje bezaaid met dingetjes. Zo, slecht voor mijn rug. Nou, omdat ik de achterkant wil ik niet opruimen, want ik was van plan om een Happy Meal sneeuwman te maken. Maar weet je, ik dacht van, doen we eerst dit gewoon eerst even. Dus dan pak je een theelegje en zet je deze gewoon erop. En dan een lepel. Ja, hij is nogal vies met oude was, maar ik ga dat niet schoonmaken. Normaal, in het begin deed ik dat wel, maar nu ben ik te lui om dat te doen. Dus ik heb nu allemaal verschillende soorten kleurcombinaties. En ik heb gemerkt dat je kan met twee stukjes van die was gebruiken. Of als je een beetje, hoe moet ik het zeggen, gul bent, dan doe je de drie. En als je te gul bent, doe je de vier. Maar dat vind ik een beetje te overbodig. Een beetje te veel. Dus ik heb nou deze kleurcombinaties gevonden. Nou zit er ook prut aan hier. Ik weet niet of je kan vinden. Prut aan de lepel. Die heb ik gewoon even met mijn nagel eraf geschraapt. Want die kreeg ik niet schoon met een stukje toiletpapier. Want je moet heel voorzichtig zijn. Kijk, als je die was, zeg maar, wil schoonmaken, lepel. Ik maak het schoon
In het begin maak ik de binnenkant schoon, maar nu niet meer. Nu maak ik alleen de onderkant schoon, want de onderkant zeg maar brandt het aan en wordt zwart. Dus, zo. En ja, als het gesmolt is dan... nou ben ik zo'n onderding vergeten. Ook lekker handig, Mel. En geef even dat is het onderstukje zoeken. Dat is gewoon... Ik heb verschillende soorten bakpapier gevonden. Ik ga even naar voren duwen, hoor. Want ik wil niet dat ik straks de telefoon waarmee ik veel van de tafel af knikken. Als ik het tenminste kan vinden, want ik zie hem niet meer. Oh, nee. Lekker handig, Mel. Zit hij niet meer hier? Oh. Ik kan hem niet vinden. Even kijken of ik die bakpapier kan vinden. Dan pak ik een scheurke nieuwe. Oh, sorry dat ik bij het beeld ben. Oh, ik kan hem niet vinden, die ene rol die ik altijd gebruik. Oh, lekker handig, Mil. Ik dacht dat ik lekker voorbereidend bezig was, maar blijkbaar dus niet. Dan doe ik maar die minder goede bakpapier. Want ik kan die ene niet vinden. Die ik normaal gebruik is de bruine, geribbelde. Oh. Ik heb deze gepakt. Deze vind ik minder goed. Die heb ik bij de supermarkt gehaald. Dat is gewoon bakpapier als je dus pizza of koekjes maakt. En dan dit eronder legt. Ik wil niet alles een beetje in de fik steken weer. Dus nou moet ik dus dat ding weer gaan zoeken. Mijn bakpapiertje. Want ik vind deze echt niet lekker om mee te gebruiken. Helaas. Ik scheur even een klein stukje eraf. Want ik hoef echt niet zoveel. Zo. Maar omdat het dus niet... het loopt weg... Ja, het heeft geen benen, maar omdat het verschuift op de tafel, dan gebruik ik even washi-tape ervoor. Even washi-tape zoeken. Yep. Wacht, ik pak wel plakband. Ik pak plakband. Ik wil een mooie washi-tape niet voor gebruiken. Zo. Oh, fijn. Dan wil het gewoon niet plakken. Ah. En natuurlijk de klok tikt door, want ik moet nog een beetje snel doorwerken. Want hij mag niet te overhit raken, de was. Dan gaat hij bubbelen en dan moet hij vooral niet bubbelen, want dan is hij gewoon te heet. Oké, we gaan toch maar even... Ik doe even twee waszegels. Kijk hoor, of dat mogelijk is. En dan gooi ik even een nieuwe erin. Oh, dan heb ik een beetje alles verstrooid. Nee, dat is niet goed. Dan pakken we even deze.
Oh, sorry. Deze. Wacht, weet je wat? Ik haal het van de stand af. Oeh, mijn mobiel is een beetje te heet geworden nu. Oké, het is deze. En dan... Ik pak die andere. Dat is dan... Oh, hij is niet goed. Ik voel hem een beetje shaken. Even voet vast aan draaien. Deze dan. Dan laat je het, oh sorry, het was niet in beeld. Ik heb gewoon de stamppad gewoon op de hete was gezet. Niet aanraken, want die was is echt super, super heet. Het is net als je suiker maakt in een pannetje en dat je het kookt, dat het dus vloeibaar wordt. Van kristalsuiker naar vloeibaar. Dus het is super heet. Dus niet met je vingers aanraken. Als je eenmaal de stamppad erop zet, dan laat je het gewoon